We gaan een dasknoop maken die heel veel stof gaat verbruiken. Dus let goed op, het is de Linwood Taurus, bedacht door Linwood Darkus. Zoek hem op, heel erg gaaf. Ik heb hier een vrij korte das al, dus ik moet dit stukje al vrij kort houden. Dus mijn brede zijde aan de rechterkant, dunne zijde links. En zorg ervoor dat je afmeting gaat. Je gaat gewoon echt heel veel stof verbruiken. Dus, je gaat rechts over links. Vervolgens ga je achterlangs door. En breng je de knoop weer naar links toe. Zorg ervoor dat je dit gedeelte nu een beetje loshoudt, want je hebt die lus heb je nodig. Ik ga hier nu achterlangs door weer. Ik ga met dit gedeelte aan de rechterzijde voorlangs door. Ja. En wat ik al zei, ik hou die lussen die hou ik een beetje los. Zo. Ik kan mijn vinger er doorheen steken, want wat ik nu ga doen is, met de brede zijde, let goed op de naad natuurlijk, ga ik door deze twee lussen heen. En omdat ik vrij veel stof nodig heb, moet ik echt allebei mijn handen gebruiken om de knoop niet kwijt te raken. Goed. Wat je nu kunt doen is dat je rustig aan de knoop al wat vorm gaat geven. Je gaat hem nog een klein beetje aantrekken zodat dus dit gedeelte komt nog omlaag. En vervolgens ga je achterlangs hier en kom je bovenlangs terug. Wat je gaat krijgen is dat gedeelte wat je net door die lus hebt gehaald, daar haal je nou je brede gedeelte nog een keer doorheen. Niet te hard trekken. En nu ga je hem een vorm geven. Door her en der aan de knoop te trekken. En het mooiste is als je hem op deze manier laat, een beetje losjes, vind ik dan, en niet afgeknoopt. Zodat je de vorm van twee horens, de kop van de torus, te zien krijgt. Een hele mooie knoop. Ik hoop dat hij veel aandacht gaat vragen vandaag. Ik ben echt heel erg benieuwd. Het is een losse knoop. Hij zit echt heel stevig. Voor het geval dat je afvraagt van ja, dat zit toch voor geen meter. Maar deze blijft echt heel goed zitten. Moet je stevige das voor gebruiken. Echt geen enkel probleem. En zoals je kunt zien, je hebt echt heel weinig materiaal. Of je gebruikt heel veel materiaal, maar je hebt heel weinig kleine zijden nog over. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. Ik ben heel erg benieuwd.